Technisch hier zit de laatste part voor ons, want ja, we hebben de volgende part al gecommenteerd. Ik hoef daarmee te bewerken. En dan eerst van het moment vinden we uit dat, dat 7 tot en met 13 ook weg nee, is. Nee, ik heb het al. Ik heb het zelfs in de editor gedaan. Hopelijk blijft deze nog zitten, maar ik heb een nieuwe Skype recorder gedownload en geüpdate, dus misschien werkt het nu beter. Als dat niet werkt, moeten we dan een ander opnamesysteem gebruiken, zoals... Kan Audacity ook beide geluiden opnemen? Nee, maar ik kan wel je eigen Audacity gebruiken en dan kan ik mijn Audacity gebruiken, want die zit toch op de computer, toch? Ja, dan kunnen we allebei Audacity gebruiken. Dat kan, ja. Skype recorder nog meer verneukt, dan doen we het wel. Hintcard 2, wat zijn de hintcards, Dennis? Oké, de hintcards zijn simpel gezegd, ze geven hints naar sommige dingetjes die je kan vinden. Oké, dat is best wel goed. Zoals een van de hintcards die Dennis ziet, is een geheim weg. Een andere hintcard, en ook een vergeten tip, dat in sommige spels kan je meerdere keer gebruiken. Ik heb dit gezegd in deze part, dus ik ga het weer zeggen. En het weet het al. Er is een hentai-artiest die heeft een No Game No Life hentai doujin gemaakt. En die kon op een gegeven moment de art doen voor No Game No Life Desu, de spin-off manga. Dus gelukkig hoe je van een hentai-artiest daar officieel op werk kan doen. Maar die artiest is heel erg goed met zijn art. Ik weet niet of het een jongen of een meisje is, waarschijnlijk is het een jongen. Die heeft een hentai gemaakt dat zo schattig is dat mensen er niet mee konden vatten daarna. Oh ja, die hentai is me gestuurd. Ja. En dan nog eens nog een hentai die je hebt gemaakt waar mensen zullen zeggen, dus hij heeft een kat geneukt, toch? A cat is fine too. Kijk, dat was het de hele tijd bijhouden. Hij heeft een diofiel. Maar zijn kat veranderde in een kat girl, oké, en een kat boy. Nou man. Nekkers zijn open. Nee, nekkers zijn geweldig. Nee, zo goed. Je krijgt iets schattigs en je bent het met iets geweldigs en dan krijg je iets geweldigs dat schattig is. Ik zie het. Maar misschien moet je dan een fucking... Misschien moet je dan je ogen lezen, hè, ja, fucking broer. Kijk, ik ga het simpel houden. Voor mij zijn Deku's hetzelfde als normale anime meisjes. Ja, maar ze gedraagt zich schattig. Ah, daar. Ik zie het niet. Ik kan het best makkelijk doen op andere karakters, dus... Ja. Oh, over Deku gesproken, ja. Felix is kut. Waarom heeft hij zoveel liefde? Felix is een trap. Waarom vinden ze hem zo leuk? Ik zie iedereen gay in de community. nou moet iedereen de gast die getriggerd wordt. Ah, dat is homofobic! And also make you gay! Like it's my fails, make you gay! Fucking sexist! If you identify as a female, it's a girl! Ugh. Nou, ik heb geen probleem met Felix te zijn. Het een boner. De vibe boner. Nou, niet echt. Ik heb geen boner van Felix. Ik wil een... Ik heb geen boner, maar ik neem mijn herkenning mee. Nou, ik heb het toch gezegd. Jesse, heb jij boner wanneer naar anime kijkt? Ik heb best nooit een boner wanneer ik naar anime kijk. Wanneer je niet naar DxD kijkt? Dat is volgens mij DxD de enige anime waar ik met een boner voor heb gekregen toen ik er naar keek. Oh boy. Dan is AJ steeds een ander hoe te kijken avontuur. Dat is interessant plot. 7-6 afleveringen later. Het is er zo één, hè. Ja. Dat kun je dan gewoon kijken naar de fanservice. Maar dan heb ik hentai voor. Ja, weet, maar je kan ook kijken naar iets dat op seks zijn is, maar terwijl het geen porno maar is. De lollies worden opengeslagen. Oh ja. En dan vraag je waarom mensen dit willen vinden. Nee, alleen jij doet dat. Want ik kan doen dat, ik ben minus van dus. Ik ben er een fijn... gentleman, oké, Ennis? Is goed. Maar je weet, je kan dit gebruiken om pluspunten te krijgen bij Social Justice Warriors. Kijk, ik ben wit, dus daarom maakt het niet uit. Maar als ik zeg... Het hangt ervan af of ik bij hun hoor of niet. Als ik bij hun hoor, dan is de pedofilie oké, maar als ik bij tegen hoor, dan is het slecht. Het is heel raar, want Salon heeft echt zo'n geplaatst van... Ik ben een pedofiel, maar ik begin bot te staan. Maar die ene pedofiel heeft wel wat gedaan. En die ging ook...
En hij contradict zichzelf ook. Like, alleen dat ik het pedofiel met kinderen ga doen. En dan later zegt hij, oh, maar als het legaal was, dan zou ik het totaal doen. Dat is compleet... Dat is fucking Mongolisch. Zo, dat is... Retards. Retards is zelfs een compliment voor hun eigenlijk. Ja, en dus kijk, zelfs retards zijn slimmer dan hun. Ja. Lekker dat... Wat de fuck? Ze zijn deze consistisch ook nog, dat is het ergste gedeelte. Zou je ook wel eens Nightcrawlers willen dragen en dan iemand vannacht gaan neuken? Nee? Misschien de Nightcrawlers daar geen doodjes lezen? Nee. Nee? Waarom niet? Geen zin. Wat vind je eigenlijk van rape? Oh, hentai? Ja. Like, als het echt is, dan is het slecht natuurlijk, want het is echt... Like, ja. Hentai? Ik moet of ik er zin in heb of niet. Like, soms heb ik er zin in, maar soms niet. Zolang het niet te ver gaat. Zoals die ene hentai die ik heb gelezen. Fucking Toratora. Heb je dat was een stukje, een beetje wat simpel, dat mijn hoofdkarakter wordt een keer verkracht en dan vervolgens stoppen ze spul in haar kont waardoor ze gaat de hele tijd scheiden. Dat was een poepfetish ook nog. Oké, ik weet dat vrouwen poepen en plassen, maar dat zijn ook mannen. Waarom zou ik dat niet hebben? Hatsatrust! Je kop, zuster. Wat wil je zeggen, dat ze dan niet poepen en plassen, vrouwen? Justin probeert het uit te vogelen, hij zegt zeggen toch, hij zit moet aan te denken, maar ik kan niet verzinnen nu. Ik denk dat je zijn mijn gebroken hebt, Dennis. Geweldig. Man, ik ga zoveel rare blikjes kijken wanneer ik uit deze kamer loop en voor eten ga halen. Like, wat de fuck, waar praat hij over daar? met Janice. Met Janice. Dat is nog steeds een van de meest hilarische dingen die ik heb meegemaakt vandaag. Maar hoe doen we dat, Jesse? Hoe doen we dat? Dat vinden we al, meneer. Hé, een onzichtbare muur. Weet je nog... Tipshit. Ja. Ik zat hier te moeilijk over te... Hé, we hebben een nail gekregen. Dat vond ik te vuil. Nail! Gather the dragon balls. Niet die nail. We hebben de nagel... We hebben de nagel van het ding gevonden. Kira gevonden. Dus heb je de nieuwste JoJo aflevering gezien? Is dat Kira? Daar mogen we nog alien. Niet. Ik zeg het je, het past met zo'n JoJo Bizarre Adventure. Het heeft niks voor niks JoJo Bizarre Adventure. Jozef heeft een geweldig idee gehad. Laat ik Rohan, de genie manga artist, erin luisteren om geld te pikken door met dobbelstenen te spelen. Dit is geweldig. Like, Hij zou niet kunnen merken dat ik iets van plan ben of zoiets. Nee, ik heb een geweldige pokerface ook toch. Ja, geweldig idee, 10 uit 10. Oh god. Just dat was veel. Dipshit en is deze aflevering sfeertje. Wel, dan ook, hij is Josuke, hij is niet Jotaro. Jotaro zou het kunnen doen, maar Josuke nee. Dat is even mijn favoriete stukjes van Stardust Crusader. Dat ene feit tegen die Arby, gewoon bij het einde. Ik zet mijn moeder's ziel in. Maar, weet je zeker dat je goed begrijpt hebt? Ja, ik zet het in. En dat was gewoon geweldig, hoe hij Man King kon spelen met hem. Nog meer vond ik geweldig als dat. Jotaro is gewoon een van die favoriete karakters. Hij is de badass. Vegeta. What is this badass level? It's over 9000! It is out as fuck and overused. En nog steeds gebruiken we het. Tuurlijk, wij zijn meme lords. Maar Ennis, kijk. Wij gebruiken memes, zijn we racistisch nu. Volgens Hillary Clinton. Waarom? Wij leren letterlijk in school dat het een racistische symbool is. En ze hebben Pepe the Frog, like, ze hebben zo, ze zijn zelfs aan Pepe the Frog. En lijkt het niet zo Pepe the Frog in zo'n Ku Klux Klan outfit. Maar die hebben ze zelf gemaakt! Ik begrijp het nog steeds niet. Oeh.
ene ding dat... Oh mijn god. Het doet pijn. Gewoon. Ik heb het pijn. Dat zou een soort van... Om gewoon over te denken hoe ze daar naartoe kunnen gaan. Dat zou een soort dom. Ja. In Amerika zit er vol mee. Engeland heeft ook volgens mij zijn idee van domme dingen. En Duitsland ook. Ja, dat is waar. Maar Duitslandse scholen zijn volgens mij niet zo erg. Lijken ze proberen, volgens mij worden ze wel wat erger. Of tenminste, ze proberen wat mensen dat te doen. Van, wat ik van het kraut heb gehoord. Ik weet niet hoe het met Frankrijk zit. Zweden is compleet vol retard gegaan. Oh, Zweden is al lang nog verloren. Captain Sweden. Ja, het enige goed punt aan Zweden is hoogzet ooit een keer de goede vrouwen. Die dan zo'n soort just voice. Er zijn wel natuurlijk wat mensen die niet zo dom zijn natuurlijk, hè. Maar die zijn opgestoten in de wereld voor domme mensen. Arme zielen. Maar nu zullen de volgende lingering sentiment zijn. Ja. Met een hart vol licht. Om weer vrij te komen van de duisternis. Dat is Zweden. Hearts? Ja. Kijk, deze wereld is Kingdom Hearts. En Zweden is verloren aan de duisternis. Did the darkness take you to Sweden? Ik zweer eens, die gast die praat alsof alles de schuld van de duisternis lijkt. Hij zou struikelen over de stenen en ziet dat de duisternis in de straten zit. En zegt van, did the darkness take you to, fuck? Yep, Terra's verhaal. Damn you, darkness. Stop. Like, vind jij dat Terra's verhaal hetzelfde is als Riku's verhaal? In Riku Chain of Memories? Niet helemaal, want Riku heeft een goede einde en die kan ook echt goed werken met de duisternis. Like, Terra die werkt echt bepaald goed met de duisternis samen. Like, wat ik vind van Terra, hij is misguided. Wat ik ben, zei Riku voordat Riku bestond. Ja. Kijk, Riku bestond al toen Terra er was. Terra was eerder geboren, hij was ouder, weet je nog. Ik ben vanuit dat hij gezien Riku. Ja, dat is waar. Ja, hij is natuurlijk... Dus hoe, eigenlijk als je het vraagt, is het best wel logisch. Like, Ventus is Sora, Riku is Terra en Aqua is Kairi. Je had Radiant Kart al ooit een keer verstaan, ik heb toch? Al, ik ben... Dus je hebt al Kairi ontmoet. Dus... Maar weet je wat de verschil is tussen Radiant, tussen Aqua en Kairi? Aqua doet tenminste wat. Kairi is gewoon de nieuwe... Maar ik denk dat Kairi gewoon... Ze waren echt van plan om... ik denk dat ze niet van plan waren om met de Aqua gedeelte en zo. Eerst. Dus daarom. Dat Kairi misschien niet wat... Misschien doet ze wat in Kingdom Hearts 3, we weten dat niet. Ik hoop het. Of misschien blijft ze gewoon een support karakter, ik weet het niet. Ik weet het. Weet je wat jammer is van Terra? Hij heeft niet de juiste mensen ontmoet die hem konden helpen met de duisternis. Hij heeft alleen maar shit mensen ontmoet. Kijk, zijn eigen vader was tegen duisternis. En Jens Sid merkte niet dat hij problemen had met de duisternis om hem te kunnen helpen. En ik zie aan nooit dat wat goede ideeën, alleen hij is zo slecht. Ik kan proberen hem te manipuleren aan het einde van de dag. Hij wilde hem gebruiken. Kijk, hij gaf goede punten. Bijvoorbeeld, je moet juist de duisternis gebruiken. De duisternis onder controle gebruiken en goed gebruiken. Het lijkt eens een balans van licht en duisternis. Lijkt dat is een goed idee, alleen zeer nooit gaat te ver. Dat is het probleem. Ja. En Dat was ook nog een leuke ding over zeer nooit. Hij was een slechting, maar hij gaf toch wel goede punten. Ja, dat weet ik. Hij gaf wel wat goede punten. Hij heeft wel wat goede punten, alleen. En het probleem wat ik vind, is dat ik echt veel genoeg over hem weet. Ik wil wat meer. Ik wil wat meer over zijn karakter weten. Of... Ik wil meer... Maar we weten nu wel dat hij in Destiny Islands leeft. Is het zo? Leeft. Geboren. Ja, hij is in Destiny Island geboren. Maar het enige wat we weten van wat zijn doel is, wat hij wilde doen, was hij vindt te leeg het leven, hij vindt dat het niet genoeg is. Dat is van wat ik heb gezien, dat is wat ik heb gemerkt, maar ik ben wat meer... All the fuck, heeft de hele keer ooit die sleuteloorlog ooit een keer overleefd om alleen maar de ultieme wapen te hebben. Ik vraag me of hij zijn geheugen is verloren. Ik denk dat Terra hem heel hard op zijn hoofd heeft geslagen en de explosie harder heeft geholpen. Misschien vinden we dat eigenlijk wel in de secret chapter, want misschien vinden we daar alle antwoorden op onze vragen. Ja.
Ik ga Terra opnieuw spelen in Pride Mode. Of Critical Mode, een van die twee. Ik vond Vent is waarschijnlijk de beste map voor mij om te gebruiken. Je vindt ja, lekker snel, heeft een goede mix van aanval en magie. Goed. Ik vond geen Aqua veel leuker te vinden de laatste tijd. Aqua is niet spleeg, maar laat je daarna bij laten aan het spel. Maar jij bent dus net van magie, laten we zeggen. Jij bent veel leuk om ik hou weer van, ja, ik hou weer van mensen heel hard aanvallen, in plaats van dat ik meer verdedigend ga spelen, met HP ook. Ja, jij bent zeker weten DPS van, jij hebt eenmaal wel. Ja, ik ben altijd degene die DPS leuk vindt. Ja. Dat was volgens mij het Radiant Final Fantasy spel waarmee ik ook kon spelen. Like een, welke een Final Fantasy spel? Ik weet niet wat het was, maar het was voor de 3DS. Het zag er leuk uit. Iets met Crystal Ding. Volgens mij had BSC dat gespeeld, toch? Ik dat had gespeeld. Ik heb nog Final Fantasy 15. Dat komt volgende maand uit. Dan kom jij langs toch? Like wanneer doe ik het speel? Ik wil proberen langs te komen wanneer je dat spel hebt. Ik wil gewoon optimist voor de eerste uur daar zijn. En dan voor de rest van de spel kun je gewoon lekker zelf spelen. Ik ga het opnemen voor de kanaal ook, denk ik. Ik ga je het nog een keer herinneren. Als je dat gaat opnemen, doe het alsjeblieft nadat je in één keer hebt uitgespeeld. Ik ben Jesse. Ik ga je slaan als je dat doet, hè. Als je het gaat opnemen, je eerste opname. Ik doe het ook toch hoor, ik kan me niet stoppen. De eerste uur wordt ook een live commentary, denk ik gewoon. Ik denk dat. First thoughts is altijd wel leuk, maar. Eerste gedachten. Maar wanneer commentaar het alsjeblieft? Heb wat meer ervaring met het spel. Kom op, het is een RPG-spel, ik ben goed erin. Maar je weet niet wat je moet doen! Ik kan dingen eruit knippen wanneer ik niet weet wat ik moet doen en dan kijk wat ik moet doen. Maar je wilt ook, maar het kan nog steeds sneller. Kom op, Ennis, ik heb Digimon Adventure gedaan, blind, en je weet dat het ging. Die spel is goed, maar je wilt geen Pokémon Crystal meer hebben. Dat was jouw eigen schuld. Nee, dat was jouw schuld. Ja, je hebt degene die het trucje speelde. Nee, dit was jouw. This is the darkness take you to, Ennis. Oh, dat is niet de darkness. Het was omdat jij bent. Jij bent tegen mijn meningen, dus daarom ben je gelijk bij de darkness. Zo werkt het volgens mij. Dit darkness take you to sword. Tegen wie zei dat ook? Eerst tegen Pentus, daarna tegen. Nee, eerst tegen Xehanort en daarna tegen Terra. Dus Terra was al in de duisternis, dus. Maar hij praat alsof de duisternis. Of elke keer wanneer ze tegen hem zijn, dat komt door de duisternis. Nee, je vermoordt zijn vriend, natuurlijk gaat hij tegen je vechten. Dit is de darkest take you to. Nee, je vermoordt mijn vriend, dipshit.